Aanhoudingen na schietpartijen op Stadsring Amersfoort. En weer twee paarden mishandeld in de regio Eemland. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. De politie heeft in Utrecht twee verdachten aangehouden voor een schietpartij in Amersfoort gisteravond. Op de Stadsring in Amersfoort werd rond 8 uur een man neergeschoten. De verdachten, een man en een vrouw, gingen er in een auto vandoor. De politie startte gelijk een grote zoekactie, waarbij onder meer een helikopter werd ingezet. Ze bleken naar het Utrechtse Leidse Rijn te zijn gevlucht. We wisten wel dat er een auto was weggereden met twee inzittenden en dat het vermoedelijk om een donkerkleurige Saab ging. Een half uur later hebben we zo een auto zien rijden op de Vleutensebaan in Utrecht. Die is middels een uitpraatprocedure stilgezet en de inzittenden zijn aangehouden. En wij doen nu onderzoek naar hun betrokkenheid bij dit schietincident. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel bij kennis. Er zijn opnieuw twee paarden mishandeld in onze regio. Dit keer in een weiland in Bunschoten. De eigenaresse van een van de paarden ontdekte gisterochtend dat de merries gewond waren. De politie gaat ervan uit dat dit vrijwel zeker weer het werk is van de paardenmishandelaar die eerder toesloeg in de regio Eemland. Mogelijk gaat het om meerdere personen. De afgelopen tijd zijn er in het hele land meldingen van paardenmishandeling. In Soest werd begin deze maand een merrie met een mes in haar geslachtsdelen gestoken. De politie waarschuwt de eigenaren van paarden om vooral 's avonds en 's nachts alert te zijn. De stichting Zinloos Geweld tegen paarden heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. Gerard T., de vermeende Utrechtse serieverkrachter, blijft langer vastzitten. De rechter heeft het voorarrest met 90 dagen verlengd. Rechtspsycholoog Jasper van der Kemp wil ondertussen het politieonderzoek naar de serieverkrachter onder de loep nemen. De onderzoeker van de Vrije Universiteit gaf 3 jaar geleden een nieuwe impuls aan het onderzoek door de plaatsen van de verkrachting opnieuw te analyseren. Hij wil onder meer weten hoe het kan dat verdachte Gerard T. jarenlang in beeld was, maar nooit aangehouden kon worden. Als deze man al eerder in beeld bij de politie is geweest en zelfs uitgenodigd is voor toen de tijd voor DNA, wat hij zelf geweigerd heeft, wat zijn de gronden geweest waarop hij toen verder niet onderzocht is of niet zo hard duidelijk in beeld is gekomen, terwijl hij blijkbaar wel op een behoorlijk klein lijstje stond al. Van der Kemp gaat ook zijn eigen onderzoek opnieuw bestuderen. Daaruit kwam Bilthoven-Zuid als mogelijke woonplaats van de verkrachter naar voren. Maar Gerard T. woonde destijds in het Utrechtse Kanaaleiland. De politie in Veenendaal heeft een 15-jarig meisje aangehouden in verband met een coniferenbrand op de Fuikenweide. De brand werd gisteravond rond 9:15 ontdekt door buurtbewoners. Kort daarna werd het meisje in de omgeving opgepakt. De politie onderzoekt of zij de brand van gisteren heeft aangestoken en of ze betrokken is bij de vele eerdere coniferenbranden in de wijk Engelenburg. Het sociaal werk in Utrecht zoekt vrijwilligers die zich deze zomer willen inzetten voor ouderen. Volgens U Centraal zitten zeker 75 ouderen en chronisch zieken in de stad zonder hulp en voelen ze zich eenzaam. In de vakantietijd is er een groot tekort aan mensen die boodschappen willen doen, helpen in de tuin of langskomen voor de gezelligheid. Vrijwilligers krijgen scholing en begeleiding voor ze worden ingezet. FC Utrecht-eigenaar Frans van Zeumeren gaat niet in op de oproep om zijn hoge Russische onderscheiding terug te geven. Dat meldt het AD. Utrechter Jacques van der Linden deed die oproep op een Facebookpagina voor de slachtoffers van de vliegramp. Hij vindt dat Van Zeumeren Poetin zo onder druk kan zetten. Van Zeumeren kreeg de onderscheiding 13 jaar geleden voor de succesvolle berging van de onderzeeër Koersk. Wie Spakenburg zegt, zegt voetbal, haven, geloof en natuurlijk traditionele klederdracht. Maar die laatste pijler dreigt ten onder te gaan. Tot afschuw van de 72-jarige Els van Diermen, eigenaresse van stofwinkel Het Handwerkhuis. Zij heeft de Stichting tot Behoud van de Spakenburgse Klederdracht opgericht. Daarmee wil ze vooral jonge vrouwen weer aan de kraplap helpen. Voor Els van Diermen geen standaard jurk, maar traditionele Spakenburgse kleding. Haar hele leven al hijst de 72-jarige Spakenburgser zich elke dag in deze kleurrijke outfit. Je houdt gewoon van klederdracht. Als je niet je klederdracht aan hebt, heb je het idee dat je echt gewoon niet aangekleed bent. Voor degenen die niet helemaal bekend zijn met de Spakenburgse modetraditie, neemt mevrouw van Diermen het even door. Dat is een ondermuts, bovenaan begin ik. Dat is stijf gesteven en is gehaard van 100% katoen. Dan komt de rode doek. Dat is van voren een recht en van achteren is het een diagonaal streepje. Dan komt de kraplap. Dat is een katoenen stof met een voering die heel veel stijfsel opneemt. Dus we stijven het heel erg. Daar blijft hij mooi door staan. Dan hebben we de schort. Geruit moet specifiek Spakenburgs ruitje zijn, anders is het niet origineel. En een zwarte rok op speciale manier gevouwen of plissé.
Dat ziet er natuurlijk prachtig uit, toch zijn er nog maar weinig vrouwen die zich in klederdracht hullen. In het vissersdorp lopen nog maar een paar honderd vrouwen in de traditionele kleding rond. En die vrouwen zijn allemaal boven de 70. Dat wil mevrouw van Diermen veranderen. Ze gaat kledingcursussen geven om jongeren warm te maken voor de Spakenburgse sniet. Dan door de cursussen ze dus kledingstukken laten maken die ook van zichzelf zijn. Ik denk als je kleding van jezelf hebt, dat je daar meer gevoel bij hebt als dat je zo iedere keer eens eventjes wat aantrekt. Naast het maken van het dameskostuum wil ze de jonge cursisten ook leren hoe je traditionele schipperstruien breidt. En die truien blijken eigenlijk veel moderner dan gedacht. Er zijn nu weer nieuwe breiboeken en er zat precies dat model weer in. In de modebladen, ja, dan zie je weer heel veel kabels. Ja, en daarom is het ook zo leuk om daar een cursus mee te doen, om iedereen te leren die kabels te breien. En die cursus zou nog best eens populair kunnen gaan worden. De jongere generatie in het vissersdorp blijkt wel te porren voor zo'n hippe kledingworkshop. Het zou zonde zijn als het verdwijnt, ja. Want het is ontzettend mooi. Ik vind het wel heel mooi, alleen ik ben niet echt creatief. Dus... Nee, maar goed, iemand kan ook iets voor je maken dat helemaal op maat is. Ja. Maar vriendinnen misschien? Vriendinnen wel, tuurlijk. Jawel, daarom zeg ik heb vriendinnen die creatief zijn, dus dat komt wel goed. Ja, nou leuk, dankjewel. Maar zo'n mooie Spakenburgse jurk, dat vind je toch wel leuk, met van die hele grote mouwen. Dat vind je leuk, hè? Ja. Ook buiten de cursussen om zal Els zich blijven inzetten voor de Spakenburgse mode, want de kleding is van levensbelang voor het vissersdorp. Wat als er geen klederdracht meer zou zijn in Spakenburg? Ja, heel jammer, dan is eigenlijk de ziel uit Spakenburg weg. Nou, we zullen zien of ze die ziel kunnen bewaren daar. De cursussen beginnen op 10 september en er is nog plaats. Over ruim 3 weken start in Amstelveen het wereldkampioenschap roeien. De Nederlandse ploeg is daar al heel lang voor aan het trainen, keihard. In de selectie zitten ook nu weer veel Utrechtse roeiers. Bij de mannen springt Kai Hendricks in het oog, terwijl bij de vrouwen Inge Jansen hoge ogen moet gooien op het WK. We zochten ze op tijdens de training. De boot ligt weer in het water voor de volgende training in de aanloop naar het WK. Inge Jansen en haar maatje Nicole Beukers gaan een uur het water op voor een rustige training. Hoewel het nog 3 weken duurt voor het WK begint, is Inge er al klaar voor. Ja, op zich wel. We moeten nog even fysiek een piek erin bouwen in het trainen de komende 2 weken. En dan nog even goed uitrusten. Maar verder, mentaal en technisch zit het wel goed. Dus zeker ben ik klaar voor. Hoe anders is het voor Kai Hendricks? Hij liep nog maar een paar maanden geleden een hernia in zijn rug op. Een ernstige en meestal langdurige blessure. Kai zag zijn WK al in rook opgaan. Ja, zeker. Misschien wel. Daar gaat mijn hele roeicarrière. En wellicht, ja, uiteindelijk is mijn rug moet ook nog 60 jaar mee. Dus dat is eigenlijk nog wel een stukje belangrijker dan nu mijn topsportcarrière. Het was zeker schrikken. Maar Kai herstelde veel sneller dan verwacht. En dus start hij tijdens het WK in de Holland 8. Die boot heeft een moeizame aanloop gehad naar het WK. Maar in eigen land is alles mogelijk. Nou, de eerste stap is de finale halen. Maar als we in de finale liggen, dan is er alles mogelijk. En als je dan een goede dag hebt, dan kun je zeker meedoen voor de medailles. Inge Jansen is een stuk zekerder van haar zaak. Zij lijkt alleen genoegen te nemen met het podium. Tuurlijk gaan we voor de medailles. Nee, en het is ook denk ik wel echt een heel spannend veld. Waar je denk ik zomaar eerste, maar ook zomaar zevende kan worden. Maar dan ga je natuurlijk voor die eerste, tweede en derde plek. Absoluut. Het WK wordt gehouden van 24 tot en met 31 augustus in de Bosbaan in Amstelveen. Het weer. Het drijven wat wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 26 graden. Vanavond en vannacht weinig bewolking. De temperatuur schommelt dan tussen de 15 en 17 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Ik zie u graag terug dan. Fijne dag nog.